Audi benigne conditor nostras preces cum fletibus, in hoc sacro iunio junio fus Vaak hoor je in christelijke kringen, gelovige christelijke kringen, ik zou bijna zeggen hele vrome gelovige christelijke kringen, hoor je je mag niet oordelen. Je mag niet veroordelen. En die opmerking is heel genant en klopt niet als je de lezing van vandaag wilt begrijpen. Als je niet mag oordelen, mag je ook jezelf niet. Oordelen of veroordelen. En dat gebeurt in deze lezing wel. Het gaat over die Phariseeër die de anderen veroordeelt en zichzelf beter acht. En de arme zondaar die zichzelf veroordeelt en zichzelf niet beter acht dan de anderen. Maar eerder eigenlijk in zichzelf de slechtste van alle mensen ziet. Hij beoordeelt. Wel zichzelf. Hij veroordeelt zichzelf, zelf, zichzelf uh, zelfs tegenover God. Oordelen is iets dat je niet kunt laten. Het is net als ademen, het is net als de stofwisseling. Je kunt niet zonder. Je mag niet oordelen is uiteindelijk een hele tegennatuurlijke opdracht. Een tegennatuurlijk gebod. We moeten wel oordelen. We doen het van nature. Maar net als met de stofwisseling, je gaat het op een gegeven moment ga je het op een ordelijke manier doen. Je wordt zinnelijk. Je maakt die stofwisseling ondergeschikt aan je menselijke persoon, aan je menselijke eerbaarheid. Je wordt zinnelijk En je gaat ook eten op momenten dat het moet, dat het gezellig is of dat het noodzakelijk is, zowel eten. Als drinken, als ook de uitscheiding, dat doe je als volwassen mens op een manier um, die betamelijk is, die hoort, die zinlijk is. Nou, Zo is het in feite ook met oordelen. Er is een zinnelijke manier van beoordelen die Christus ons leert. Er is een, als het ware een hemelse zinnelijkheid. En dat is dat je jezelf bevrijdt van die obsessie. Om anderen te beoordelen. In feite is de anderen beoordelen, veroordelen en slechter achter dan jezelf. Dat is een vorm van geestelijke ja, drankmisbruik of bulimie, of onzinnelijkheid. Er is een soort van geestelijke incontinentie. wanneer je alleen maar anderen beoordeelt en jezelf altijd buiten schot laat. Maar er is iets heel bevrijdends. En het sterkt ook onze waardigheid en onze eerbaarheid wanneer we altijd beginnen met onszelf te beoordelen en indien nodig te veroordelen. En daar heeft Christus het over. Dan zijn we volledig in alle helderheid tegenover God. En dan kunnen we met God kunnen we weer een, een heldere, waarachtige relatie aangaan. Kunnen we vergeving vragen? Kunnen we ons nederig opstellen? En dat is ontzettend. Um, het is heel bevrijdend. Bovendien, wat het mooie daarvan is, wanneer je de anderen niet meer beoordeelt of niet meer veroordeelt, kun je natuurlijk wel heel concreet en met een zekere afstandelijkheid hebben over bepaalde daden die wel veroordeeld moeten worden, die slecht zijn, die niet goed zijn. Maar dat doe je dan op een manier zoals Paulus, de Heilige Paulus, dat aangeeft in zijn brief: Alles mag, maar niet alles is goed voor je. Alles is veroorloofd, maar niet alles is zinvol. Niet alles is goed voor je. Je kunt dus die beoordeling die je toch wel moet doen, kun je een zekere heldere vorm geven. Ten eerste beginnen bij jezelf. Vervolgens heel objectief, ik zou maar zeggen abstract, bepaalde handelingen beoordelen dat ze niet goed voor je zijn. Dat ze zinloos zijn. En het mooie daarvan is dat wanneer je die twee dingen doet, dat je ook werkelijk kunt meewerken in het Koninkrijk Gods om de vergeving van God vorm te laten krijgen in deze wereld. Om die almacht van God die barmhartig is ook uit te breiden in deze wereld. Nooit een ander veroordelen, alleen dader veroordelen. Altijd jezelf als grootste zondaar zien en in ieder geval daar in je veroordelingen mee beginnen. En dan langzaam zien, omdat je de ander niet veroordeelt, maar wel het kunt hebben over wat goed of slecht voor hem is, wat zinloos is en wat zinvol is, dan kun je de ander helpen om inderdaad naar God toe te groeien. Om het Koninkrijk Gods te laten groeien. Om in de ander. De potentiële heilige te zien, om te zien in de ander wat werkelijk voor die persoon op dat moment het meest zinvol, het meest heiligend, het beste is.